Misschien hebben jullie als fanatieke roofvissers afgelopen winter wel meegemaakt dat het vissen met twitch baits behoorlijk populair en effectief is. Nou kan je niet alleen twitch baits in de winter inzetten, maar ook zeker in de zomer. En eigenlijk gewoon gedurende de hele zomer in het najaar. Nou, we zitten nu nog aan het begin van het seizoen, dus ik ga met jullie even praten over de wat kleinere twitch baits. Want wederom, aasvis is klein, roofvis is daarop gericht, dus we gaan er wat kleinere twitch baits inzetten. Nou, ook daarvoor zijn er weer heel veel verschillende en raak je al snel door de bomen het bos kwijt. Dus ik heb voor jullie een selectie gemaakt en ik ga ze met jullie doornemen. Wederom van vooral de goedkopere modellen tot de duurdere modellen. Nou, waar zit hem het verschil in prijs nou in? Laat ik daar in het begin over zetten. Dat zit hem in afwerking, dat zit hem in actie, dat zit hem in werpeigenschappen. En waar zit er nog meer in, Willem? Dreggen. Nou ja, weet je, in zijn algemeenheid. Niet gezegd dat goedkope pluggen slecht zijn, maar als je wat duurdere pluggen koopt, heb je gewoon meer waar voor je geld. Nou, dat gezegd hebbende, laten we beginnen met een wat model die voor iedereen beschikbaar is. Plugje van Spro, Ikuru. Je ziet het, hè? Het is een heel klein plugje. Werpt misschien niet helemaal goed, maar twitcht wel heel, heel prima. Dus goede eerste om te beginnen. Nou, dan ga ik al snel over naar een plugje wat net boven de 10 euro zit. Dat is de Rapala en dat is de Shadow Wrap. Dit zijn plugjes die heel goed twitchen. Ze lopen niet heel erg diep, maar dat geeft niet, want die vis die zwemt nu heel veel. Dus deze plug gaat ongeveer een metertje diep, kan je heel fel vissen en af en toe lekker stil laten vallen en dan gaat hij gewoon goed. Hoe je dat binnen vissen nou moet doen, daar heb ik het zo meteen nog even over. Maar nu neem ik even alle plugjes met jullie door. Dus die Shadow Wrap. Altijd aanwezig. Dit is een mooie kleur, maar als je die al tof vindt, moet je dit snoepje zien. Joh. Dit past toch echt in de gemiddelde snoepdoos, of niet? Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind hem echt vet. Ik denk dat ik hem zo meteen gewoon ook zelf mee naar huis neem. Haha. Nou, ga je iets hoger in prijssegment zitten, dan ga je bijvoorbeeld naar een Lucky Craft. In dit geval een Bevy Shad. Heel mooi plugje. Ook klein, gaat een tikkie dieper, gaat er rond een meter. Vist heel fel, flankt heel mooi. En zit rond de 15 euro qua prijs. Niet zeggen dat ik dat gezegd heb, hè? Maar dit is een persoonlijke favoriet van Bart. Hij zei, dit moet je maar eens proberen, Pieter. Ik zeg, nou, weet je wat ik doe? Ik neem hem gewoon lekker mee en ik laat hem aan jullie zien. Ik heb er zelf nog niet mee gevist, maar als ik het moet geloven, heeft deze een hele goede actie. Duikt goed diep, gooit lekker en vangt dan zijn kanon. Wat wil je nog meer? Ik zeg, kopen die handboel. Heb ik niet gezegd hoe die heet? Oh, Norris. Dit is de Norris Laydown Minnow Deep in de kleur Just Wagasaki. Daar getwipt. Ja? Naar de volgende. Deze zit wat hoger in het segment. Die zit rond de 20 euro. Duo plugje. Ja, Duo staat echt bekend om zijn fantastische afwerking. Het is gewoon een juweeltje om te zien. Fantastisch mooie kleuren. Gooit goed, loopt goed, vangt goed. Wil je zeker weten dat je goed bent, dan neem je zo'n plugje mee. Weet wel, daar hangt wel een prijskaartje aan. Nou, wat voor ons als Vistadeers een persoonlijk favoriet is, of niet Willy? De Ilex? Curl! Juist, ik denk ook. Ilex Queenie. Nee, de Ilex Curl is gewoon een heel mooi plugje. Heel degelijk, vist goed, kan hem lekker hard rouzen en doet het goed. Deze heb ik in het wit. En het leuke van de Squirrel is dat die plugjes, kijk, ik zet er hier twee naast elkaar. Ze zijn bijna even lang, maar ze hebben twee verschillende duiklippen. Dus dat betekent dat ze ook twee verschillende dieptes hebben. En soms, als je aan het twitchen bent, kan het uitmaken dat je ze een keer een ietsje diepere waterlaag pakt. Dus weet je, dan heb je hetzelfde model, twee verschillende uitvoeringen. Eén gaat diep, één gaat minder diep. Zit je altijd goed. En tenslotte wil ik je nog eentje meegeven. Dat is een beetje vreemde eend in de bijt, maar wel een heel bijzonder ding. Dit is van Rapala, is de zogenaamde ripstop. Is een twitchbait die zo'n rare lepeltje aan de achterkant heeft. Nou, waarom zit dat ding daar nou? Dat is ervoor gemaakt om die twitchbait direct te kunnen laten stoppen. Dus je bent hem heel hard aan het binnenvissen en laat hem stilvallen. Door die lepel remt hij direct af en staat hij bijna gelijk stil. En de mensen van Rapala zeggen dat dat een hele goede actie is. Wij hebben hem een aantal keren ingezet. Goed opgevangen, met name roofblij wil hier goed mee. Dus ja, bij mij zit hij altijd standaard in de doos, laat ik het zo zeggen.
Dus dat zijn een aantal modelletjes. Laten we wel weten, er zijn er nog tientallen meer. Dus als je hier komt, leef je helemaal uit. Maar dit zijn bewezen en goed werkende modellen waar we goede ervaringen mee hebben en die het goed doen. Als je dit nu gaat doen, dat Twitch beter, neem dan het volgende in acht. Vis hem snel. In de winter vissen we hem juist langzaam, hebben we veel hangtime. In de zomer draaien we dat om. Dus we hebben kleine baits, we draaien om de diepte en we gaan echt een paar keer mappen. En dan laten we hem even stilhangen en dan gaan we weer een paar keer mappen. En dan laten we hem weer stilhangen, weer een paar keer mappen. En hoe heftiger dat ding heen en weer schiet, hoe beter die vis getriggerd wordt. Want in de zomer zijn de vissen constant actief in beweging en moet je het meer hebben van een reaction strike. Dus probeer dat ook echt uit te lokken. Moet ik nou nog iets meer vertellen? Ik had nog iets. Je zit al op 6 minuten. Ik zit al op 6 minuten, dus ik ga je nog één laatste ding zeggen. Het mooiste van deze plugjes zijn als ze suspenderen. Dus als ze blijven hangen in de waterklomp. Op dat moment ben je snel aan het vissen, laat je hem stil hangen en dan blijft hij ook staan. En die hangtime, zo noemen de Amerikanen dat en wij tegenwoordig ook, die hangtime is heel belangrijk. Dus neem dat in acht, ga lekker vissen en vang een dikke.